De degradatie van Urk is volgens de interimtrainer vooral te wijten aan een gebrek aan mentaliteit. Ik ben wel teleurgesteld in een aantal lieden die dus zeg maar niet gebracht hebben wat ze kunnen. Als je in de hoofdklasse wil voetballen, moet je er alles voor willen doen om de wedstrijd goed te willen verbrengen. Bredewold stond de laatste 9 wedstrijden voor de ploeg nadat trainer Jan Schulting in maart werd ontslagen. Toen had Jan te horen kreeg dat hij weg moest, ja, dan kreeg je natuurlijk een ander verhaal. En ook een andere insteek. En dat is best finesse geweest. SV Urk is op zoek naar een nieuwe trainer. En die moet volgens Bredewold de touwtjes strak in handen nemen. Urk die voetbalt met eigen spelers. Ze kennen elkaar door en door. Hoe je het ook verzint. De sociale controle is er wel. Maar niet zo als jij en ik graag willen. Deze selectie moet je gewoon de baas zijn.